allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben even mijn laatste dingen aan het opruimen. Want ik heb vandaag een dienst aangenomen. En dat betekent dat ik morgen moet werken. Ik heb namelijk een dienst van morgen aangenomen in de Zes Rozen in Spijkenis. Nog nooit geweest. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb net al lekker gedoucht. Ik heb alles klaargelegd. Mijn kleding hangt daar en ligt hier klaar. Ik heb mijn grote tas weer gepakt. Want ja, eten en alles moet wel weer mee. Mijn haar is lekker gewassen en lekker fluffy, dus dat is mooi. Ik moet nog even wat YouTube video's aan het kijken en ik moet de kerstvlog nog editen. Ik heb vandaag geen tijd gehad, dus dat moet ik nog doen. En ik ben vanmiddag heel even in slaap gevallen. Ik was echt zo moe dat ik in slaap ben gevallen. Dat was dan niet de bedoeling, maar toch is het gebeurd. En goed, misschien had ik het wel eventjes nodig, dus maar goed, geeft niks. In ieder geval blij. Ik ben nu even, wat ik zeg, alles even aan het opruimen. Want het is overal een zootje. En ik hou er niet zo van als het overal een zootje is in mijn kamer. En zeker niet als ik moet slapen en morgen moet werken, wil ik gewoon dat alles netjes is. Dus dat ben ik nu even aan het opruimen. Maar het zijn maar een paar kleine dingen die ik op moet ruimen. Voor de rest is het niet zo heel veel. Het is nu eigenlijk al opgeruimd. Even mijn ringen wegstoppen, want die mag ik morgen natuurlijk ook niet aan. Ik zit ook gewoon in de la hier. En ik heb mijn bed al opengelegd en klaar, ready. En ik ga het, nog even YouTube video kijken. En daarna ga ik slapen. Ik ga mijn make-up in ieder geval ook wel hier neerzetten. Voor hoeveel ik make-up morgen op doe. Waarschijnlijk doe ik morgen gewoon een... Een beetje mijn wenkbrauwen bijtekenen en that's it. Maar goed, dat geeft niet. Dan staat het in ieder geval klaar. Ik heb nu in ieder geval lekker even een kopje thee gemaakt die ik nog ga drinken van die slaap lekker thee. Ik weet niet of het werkt, maar ik vind het altijd wel lekker 's avonds. En het is kwart voor 9. Op zich nog wel vrij vroeg, aangezien ik ook heb geslapen vanmiddag, maar ik ga zo lekker slapen. Maar ik ga denk ik eerst zo nog even lekker video kijken. Dat is inderdaad wel heel gek. Wacht even. Oh ja. Namelijk, als jullie Like Me kijken, jongens. Vandaag allereerst is het tweede deel van de Winter Special uitgekomen. En ik ben verslaafd aan de twee liedjes daarvan. Superleuk gedaan. Echt trots op hoe ze dit hebben neergezet. Ondanks deze tijd. Maar er komen dus van de twee personages die in het tweede seizoen erbij zijn gekomen. Maria en Scott. Komen er boeken uit. Ik heb natuurlijk het boek van Vince al. En ze heeft als goed is ook de boeken van Jamie, Camille en Caro. Scott, het boek van Scott en Maria komt uit. En nou wil Ash heel graag het boek van Scott. Maar ik ook. Want Scott is best wel een mysterieuze persoon in Like Me. Danny Kleine. Oh, erg. Sorry. Danny Doorland in het echt. En Scott Kleine dus in Like Me. Danny Kleine, hoe haal ik het in mijn hoofd om dat te zeggen? Dat is een personage wat best wel een beetje mysterieus is en heel apart. En heeft, we weten inmiddels dat hij veel heeft meegemaakt, maar we weten niet wat en waarom hij dan zo creepy is. We weten het allemaal niet. Maar dat gaan we dus te weten komen in de boeken. Alleen hebben ze de datum 24/4/2020 neergezet, maar dat kan helemaal niet. Dan moet 2021 zijn. Dus als je niks had, dat kan helemaal niet. Ze hebben een fout gemaakt. Ja, dat klopt. Meer heb ik eigenlijk niet te vertellen, jongens. Ik ga mijn theetje lekker drinken in bed. Daarna lekker de licht uitzetten en lekker slapen. Ik ben gewoon ook moe. Ik was ook vroeg op met mijn pa mee geweest vandaag. De halve dag op pad. Dus dat was ook wel heel erg leuk trouwens. Maar goed, het is nu wel tijd om te gaan slapen. Morgen op een nieuwe locatie werken. Van 7 tot 3. Het is een lange dienst na een behoorlijk lange tijd. Ik heb de laatste tijd alleen maar korte diensten gedraaid. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dit gaat doen voor lange dagdienst. Het is Ashley de oude stageplek, dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe zij het... Zij heeft het daar niet leuk ervaren. Dus ik ben benieuwd hoe ik het daar ga ervaren. Want tot nu toe alle plekken die zij niet leuk vond, vond ik wel heel erg tof. En andersom ook. Dus tenminste waar zij dan is geweest. Ik heb meer plekken gezien dan Ash, dus ik ben benieuwd morgen eigenlijk. Maar jullie gaan lekker mee in de tas, want ik hoorde dus van Ash dat je alles mee terug of op de afdeling moet nemen. Dus dat is mooi. Misschien kan ik hier en daar nog wel eventjes de camera erbij pakken morgen.
Goedemorgen, het is maandag jongens, ik ben wakker. Ik heb een onrustige nacht gehad. Ik was continu wakker. Maar toen dacht ik, zou mijn wekker al gaan? Nee, vast niet. Dus toen ben ik weer gaan liggen. En zo is eigenlijk de hele nacht gegaan. Dus ik heb voor mijn gevoel geslapen, maar ook weer niet. Dat is echt heel raar. Ik ben ook niet moe wakker geworden ofzo. Maar het is wel dat ik zo denk van, niet helemaal lekker geslapen het hoort, maar... Het is 6:10 geweest. Ik ga even. Ik heb het trouwens aangekleed en gewassen. Ik moet alleen mijn t-shirt en mijn vest nog aan. Maar ik ga heel even mijn wenkbrauwen doen. En wat concealer met oogschaduw. Misschien een klein beetje mascara. Maar verder niet. Ik ben trouwens een beetje. En niet verkouden, maar mijn neusje dicht. Dus ik praat een beetje door mijn neus heen. Dat is altijd 's morgens bij mij hoor. Maar goed, ik ga het dan bijna naar beneden. Om koffie te drinken. En even smoothie erbij te gooien dat ik toch nog iets op heb als ontbijt. Dus dat gaan we doen. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen vandaag. We gaan het meemaken. Goed, normaal neem ik altijd ook koffie mee naar mijn werk. Dus neem ik extra. Maar mijn pa die heeft heerlijk voor mij een half potje koffie gezet. Super. Dus ik ga even lekker een kopje koffie drinken. En daarna ga ik... Maar wat ik zeg, normaal neem ik altijd koffie mee. Het gasklaar make-up zit erop. Maar ik neem normaal altijd koffie mee. Maar dat doe ik nu niet. Omdat het eigenlijk geen zin heeft. Omdat ik het toch niet kan drinken. In verband met het mondkapje. Ik kan mijn koffie meenemen, maar ik kan het niet drinken onderweg. Dus ik neem nu gewoon een grote kop koffie. Dat is eigenlijk precies genoeg. Die zit dat helemaal tot de top vol. Ik giet er een heel klein beetje brandemelk bij, omdat ik dat vaak even iets lekkerder vind. Maar hij zit al helemaal vol, dus... geen lange diensten meer gebruikt, dus dat is heel raar. Ik blijf echt iets heel geks aan, dat ik nu niet werken, dat klinkt ja maar. Waarom? Hoe dan? Zo. Eierkoekjes in de tas, want smoothie drink ik zo op. Koffietje mee, tenminste drinken nu, en dan heb ik alles. Oh ja, en ik heb nog een grote cavia's. En ik heb nog twee sultana's met yoghurt en een kuppensoep. Soms maak ik kuppensoep op het werk, soms heb ik er geen erg in en wil ik het ook helemaal niet. Maar 9 van de 10 keer vind ik het altijd wel even lekker. Maar goed, ik ga mijn pa bellen, want die is al vanmorgen vroeg vertrokken, want die kon mij dus ook niet brengen. Dus dat is de reden waarom ik nu zelf moet, anders had hij me gebracht. Dan rijdt hij daarna gelijk door. Goed bakkie. Goed jongens, inmiddels was even rennen, want ik liep 2 minuten later de deur uit en dan heb ik vaak wel heel erg veel stress. Maar goed, ik... ben er. En ik ben heel erg benieuwd. Dus hier voor de deur. En de bus zit daar. Dus dat is lekker. Goed. Ik ga aankloppen, want Asher dat ik moest kloppen. En dan ik weet eigenlijk niet wat verder. Ik ben voornamelijk heel erg benieuwd. Ik weet ook niet waar ze zullen zitten. Eigenlijk. Ik ga wel even op de bel drukken.
goed, ik ben inmiddels weer thuis. En ik heb lekker, ik heb een nieuw servies gehaald bij de Albert Heijn. Deze. En daar heb ik ook 3 borden van gehaald. Nog 1 zo'n schaaltje en nog 1 grote kom. En deze bijpassende mok, want zoals jullie weten, ik ben verslaafd aan mokken. Maar, jongens, het is tijd om de kerstvlog te gaan editen. Die had eigenlijk al lang online gemoeten. Maar dat is dus nog steeds niet online. En ik dacht, nee, het moet toch gebeuren. Dus ik ga lekker ananas meenemen. En, oh man, ik heb de hikkie. En even lekker een ananasje eten. En tegelijkertijd lekker de vlog kijken. Ik heb echt super veel avond gegeten. Maar dat was wel lekker. Mmm. Verse ananas, echt super lekker. Morgen ben ik trouwens vrij. Ik heb vandaag trouwens super goed gewerkt. Ik heb niks gefilmd op het werk, omdat ik daar vrij weinig de kans op kreeg. Omdat ik dus een omloopdienst bleek te hebben. En dat betekende dat ik dus door het hele huis moest. Dus ik kan wel zeggen dat ik redelijk moe ben. Maar goed. Ik heb het wel overleefd en het was gewoon hartstikke leuk. Dus je hoort mij echt niet klagen. Het was alleen maar heel erg wennen, omdat ik natuurlijk eigenlijk voor de afgelopen 3 maanden gewoon geen lange dienst meer heb gedraaid. Dus dat was even pittig. Maar op zich, het was wel leuk. Ik heb het naar mijn zin gehad. Maar goed, ik ga nu lekker ananas eten. En de vlog editen. Dat moet ook gebeuren. Moet vanavond nog online. Goed, vlog is geëdit. Ik heb een nieuwe pyjama aangedaan. Superleuk, een setje. Maar, kijk, je hebt dus zo'n kleur onderbroek aan. En dit scherp, dit schijnt dus echt super erg door. Zonde. Maar goed, ik ga slapen. Want ik ben moe en ik heb de hele avond met Ashje te bellen. We gaan morgen wat leuks doen, maar wil je weten wat dat is? Kijk dan morgen, of overmorgen. Morgen of overmorgen, weet ik niet zeker. Volgens mij overmorgen de nieuwe vlog. En dat zal de laatste vlog zijn voor dit jaar. Maar ik ga slapen. Ik ben echt wel heel erg moe. Zeker na al het werken. Dus de grote lamp gaat uit. En Kim gaat lekker slapen. Dus ik bedank je voor het kijken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog. En ik zie jullie morgen. Overmorgen.